Ergens voel ik mij verplicht deze video te doen en natuurlijk ook online te zetten, omdat het heel precaire situaties en tijden zijn van de psychiatrie, die waarschijnlijk in de komende 10 jaar volledig zal verdwijnen. En ga ik even kort voor de mensen van het psychiatrisch centrum Menen mijn mail lezen dat ik heb geschreven naar mijn familie en vrienden die psychiatrisch verleden of huidige psychiatrische doorloping kennen van de precaire tijden. De mail gaat als volgt. Moest je gaan kijken naar het PCM, Psychiatrisch Centrum Menen, dan zou je de verloedeling van de maatschappij duidelijk merken, me dunkt. De laatste keer dat ik daar was, waarschijnlijk ook tijdens mijn psychose, die ik deed voor of tijdens mijn opname in Brugge, want ik had een heel erg levende psychose, dan stond het gras in het PCM al heel lang. En waren er amper nog patiënten of personeel. Dus de verloedeling is daar duidelijk, ook gezien er maar één dokter nog zetelt in zijn bureau en waarschijnlijk compleet getraumatiseerd is, omdat voor iedereen daar het systeem te transparant geworden is. En natuurlijk heb ik toen in mijn psychose daar ook de groenwerker ontslaan, omdat hij dus volgens een bepaald stramien werkt en dan enkel maar naft kan verbranden terwijl hij werkt. En hij is het ook effectief aangezet toen ik hem voor rotte vis uitschelde en een connotatie deed naar Rudy, die dus nog de achteruit van de hoofddokter heeft ingesmeten van zijn BMW. En dus behalve de scholen en nog een tea room op de markt is er amper nog iets dat draait in Menen. Ook is er al volledige leegstand in de meeste gebouwen. Dus ja, en waarschijnlijk dat de volledige lamlegging vanuit Menen, zoals ik in mijn liedje omschrijf, Ragnarok Menen, het gedaan is en alles zal platvallen vanuit Menen. Want Menen is de meest armoedige stad van België, of toch zeker van West-Vlaanderen en waarschijnlijk in de omstreken ook. Van Noord-Frankrijk is nog armer natuurlijk. En dus zal er hier een volledige overrompeling gebeuren, waarschijnlijk een keer dat de euro er volledig uitvalt. En het is gewoon een bedenking van mij, van de Rotary Club wil van Menen een honorarium maken volgens sommige Menenaren. En de vergaderruimtes dragen ook al de namen van striptekenaars. Waarschijnlijk dat de komende 10 jaar dus ook de psychiatrie zodanig dermate evolueert dat het eens gedaan zal zijn. Pillen zullen wel nog bestaan natuurlijk, maar een psychiater die komt er niet meer aan te pas, geloof ik toch. Dat was het.